Tini Habrake, 10 weken in verwachting, reed in de nacht van 23 op 24 juni op de structuurweg in Schijndel. Ze reed met haar auto over een grote kei, kreeg een klapband en botste vervolgens tegen een boom. Ze hield er een incomplete dwarslesie aan over en het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Na lang onderzoek heeft de politie nu een jongen van 17 opgepakt. Hoe ze hem op het spoor zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. Wel dat hij verdacht wordt van een zwaar misdrijf. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag in verband met betrokkenheid van het doelbewust op de weg leggen van een kei. De jongen werd vanochtend in zijn huis aangehouden. Tini en haar familie werden meteen daarna geïnformeerd. We hebben de familie vanmorgen gesproken en ze zijn blij en opgelucht dat er eindelijk na ruim een half jaar iemand is opgepakt. Maar ze schrikken ervan dat het iemand uit Schijndel is, want de familie woont hier en ze zijn nu bang dat het een bekende is. Maar hoewel het onderzoek en de verhoren nog bezig zijn, gaat de politie er niet vanuit dat Tini bewust als slachtoffer is uitgekozen. Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen, over motieven. Hè. Daarvoor zijn we natuurlijk ook in verhoor met hem. Maar in ons onderzoek zijn er geen aanwijzingen of verbanden naar voren gekomen die wijzen in de richting van het slachtoffer. En of ze elkaar nou wel of niet kennen van zien of horen, omdat ze beide in Schijndel wonen, dat durf ik niet te zeggen. Maar wij hebben geen aantoonbare verbanden gezien die naar voren zijn gekomen.